leuke van de vakschool is voor leerlingen dat ze direct vanaf het eerste leerjaar vakgericht onderwijs krijgen. Dat betekent dat ze in de keuken, in het restaurant en in de bakkerij beroepsgerichte lessen krijgen. Dus het leuke in dit onderwijs is dat leerlingen niet alleen theorie hebben, maar dat theorie aangericht is op de praktijk. En dat we voor een groot aantal lessen, 8 lessen, praktijk beroepsgerichte lessen hebben. Heel veel leerlingen vinden het heel leuk om hier praktijkgericht bezig te zijn, met hun handen te werken, dingen te leren en dat gelijk weer met hun handen uit te oefenen. Ja, ik heb het hier best wel naar me zien. Het is best wel leuk. Nou, je leert werken in de keuken. Als je horeca wil gaan doen later, dan kun je best wel hier terecht. Je kan leren in de keuken hoe je restaurant te werk gaat. Je kan leren serveren, je kan de bakkerij. Dus je leert zeg maar alles over horeca en toerisme. Ja, wij doen koken en serveren. 3 uitkoken en serveren. Wat is er leuk aan? Nou, ik kan goed met mijn klas omgaan. Je werkt veel samen, dus het is niet altijd stilzitten. Als je nog niet weet wat je moet doen, dan kan je hier voor een kelner gaan. Dan kan je voor de kok gaan. Je kan bakken doen. En ja, je leert echt wel alles over wat de horeca te maken heeft. Dus er zijn veel keuzes. De glazen moeten gepoleerd worden. Bestek moet gepoleerd worden. Tafels moeten opgedekt worden. En ja, voor 35 gasten moet alles klaar liggen. Bestek moet neergelegd worden. En dan moet alles op de tafels perfect neergelegd worden en dan afwachten tot de gasten komen. We zijn nu in een vierde leerjaar, vierde klas. Intrasectoraal, dat wil dus zeggen dat de lezen leerlingen bakken, koken en serveren krijgen. We hebben ook een opleiding puur alleen bakkerij en puur alleen horeca. Maar deze leerlingen die hier zitten, die hebben gekozen voor intrasectoraal. En die kiezen dus voor koken of bakken. Wat leuk is voor leerlingen, dat ze dus iedere week met andere producten werken. Het is niet zo, dus als ze dus metselaar zijn, dat ze dan de hele dag staan te metselen. Of een stukje door, de hele dag staan te stukken door. Nee, in de bakkerij werken ze op een dag, 5 uurtjes, wel met 5, 6 verschillende onderdelen. En als ze in de praktijk werken, werken ze wel met 20 verschillende onderdelen. En dat is het mooie, het gevarieerde. Van een banketbakker of van een broodbakker. Dat is mooi eraan. Ja, ik zit nu in het vierde examenjaar. Dus dan moet je wel goed je best doen. Ja. Het is heel leuk hier. Je kan voor alles leren en er zijn ook heel veel activiteiten. En ja, er zijn ook heel veel dingen na schooltijd wat je kan doen. En ja, op deze school verveel je niet.